geslaagd zijn of niet. Coco, we're coming for ya. We're coming. Mensen schrikken van onze outfit. Is wel vrij heftig zo. Kijk nou jongens, wat een sneeuw. Kijk hoe enig die jas. En aangezien wij 15 jaar niet op onze skis hebben gestaan. Zie je niks aan de avonturiers die niet gaan skiën? Waarom vinden jullie alles eng? Staat aan. We are rolling. We are rolling. Het wordt al een beetje donker. Wij zijn nu net klaar met shooten met Coop. Dus vandaar dat wij deze look hebben op een dagbezetting. Oh. I don't blame you for wanting to be free. I just want you to know. Know me best. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Onze 61. Onze 61 vlog. We gaan onder andere in deze week vlog naar Fans of the Brands event met onze vriendin Loesje. Wij gaan ons voorbereiden voor onze guilt trip naar Nice voor onze verjaardag van vriendin Kokkel. Onder andere in onze spectaculaire gittenjas van Rijners. Dus ben jij benieuwd? Blijf abonneren en subscribe. Want wij hebben de 40.000 abonnees nodig. Ik maak een vierdag ding. Nee. Nee, let's 4-0. 4-0. Yes. Dat is natuurlijk een spiegelbeeld. Dus blijf kijken. Love Rijners. Oh, we zijn er al. We zijn te laat. We zijn te laat. We weten ook niet waar ik heen moet, Loes. Oh, daar. Oh my god. Nou, Loes, jij bent hier helemaal thuis. We moeten even een dienblad. Met je ginger. Een dienblad? Hoe noem je dat? Oh, dit is Sam. Lekkere soepjes, eitjes. Hallo. Hallo. Oké, pak het eventjes. Pak het. Gezelligheid. Kom aan. Hoe leuk. Ik heb honger. Ik heb jij honger. Romy het meeste. Hij is gek. Dus, Louisa. Welkom vandaag. Het licht is slecht. Al deze mooie, inspirerende vrouwen bij elkaar te zien. En dan denk ik, wauw. Jullie maken Friends of the Brand. Want zonder jullie en jullie aanwezigheid hebben wij geen mooi evenement. Dus dank voor jullie komst allereerst. Die praat eten, Loes. This Christmas, fireside is blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be very special Christmas yes. For me. Yeah. Ik wil in dit bad, jongens. Hoe leuk is deze ballonnenkamer? Wat vind je ervan? I love it. Hoe gezellig met de drietjes. Op Friends of the Brands. We krijgen straks echt zware armen, jongens. Ja. Dus ga proberen hoor, de meid. Cheers. Heel goed voor je skin. Ja. Jij bent de proefkonijn. Maar waarvoor doet ze ook zo weinig? Het is volgens mij echt heavy dan. Cheers, girls. Heel goed vesten klaar. En wie eet jullie als enige? Chili Reinders. En Loes, wat ga jij nemen? Ik wil er ook eigenlijk een, maar ik ben niet aan het filmen, dus ik kan niet eten. Wat smaak is het? En? Chocolate. Wij hebben een bandje laten maken. Met onze drie naampjes. Was het nu al klaar? Ja. Even 1 seconde. We gaan nu afmaken. Leuk. En dan is het nog 2 keer. Nog 2 keer. Of we geslaagd zijn of niet. Joejoe. Onze achterbak zit vol. Oepsie. En dit moet allemaal erin. Oké. Go. Oké, I can do this. You can do this. En ondertussen gaat er ook een alarm. Past het niet? Nee. Maar mijn tas zit er ook nog bij, hè, Sjoel? Waar ga je zitten dan? Holy shit. Ja? Ben je personal packer? Ja. Ik ben mij ook inhuren voor de personal shopping. Kijk nou, hoe ga zitten. Ga zitten. Ga zitten. Oh my god. Ga zitten, mijn kind. Oh, ik kan mijn schoenen weer. Waar ga jij zitten? Maken. Ja, dat is wel een handig idee, hè, koffiebak. Oh, daar kun je ook nog een tas mee. Ja, alles zit erin. Ja. Nou. Ligt mijn telefoon in de auto? Nee. Hey, wel. Nee? Ja. Friends of the Brands, het is eigenlijk een organisatie eigenlijk die influencers samenbrengt met bedrijven. Met merken. Vandaar goede doelen.
Friends of the Brands. Dus vrienden van de merken. En dit keer was het in Okura Hotel in Amsterdam. Super gezellig. Ja. We zaten leuk aan de tafel met Loïsa, Femke, met vriendinnetje. En met Loes. En Lisa. En met Lisa. Dus we hadden een super leuk groepje. En eigenlijk houdt die dag in. Dit was dan de kersteditie. Dus ga je heel gezellig langs allerlei kamers. Een soort gift rooms. En dan hebben ze eigenlijk allemaal cadeautjes voor je. Aangezien het dan bij je past, kan je ook producten uitzoeken waar je lekker bij voelt. En wat goed bij jou past. Dus dan kan je ook een beetje meer nieuwe content creëren met verschillende merken. En zo jullie ook nieuwe merkjes gewoon kennen. Dus dat is natuurlijk mega goede reclame voor de merken. En ook voor de influencers die komen. En de kersteditie betekent eigenlijk heel veel cadeaus. We gingen met heel veel tassen uit. Met allemaal hele goodies. Mega zwaar. Dus we konden naar de auto lopen. We hebben volgens mij ook echt 10 minuten over gedaan voordat het in de auto paste. Maar uiteindelijk past het natuurlijk in, want mee moest mee. En ik en Fam en Loes probeerden een drankje voor je huid uit. Ja. Dat is rood, cranberry smaakt het naar. Dat moet je dan ja, gezonder maken door allerlei natuurlijke producten. Natuurlijk producten dat erin zit. Dus je hoeft niet 1000 meer pillen hoeven te slikken, maar één zo'n drankje. Dus misschien ga ik het toch wel wagen om dan elke dag het toch meer aan mezelf te doen. Want dan gebruik ik geen dagcreme, geen nachtcreme, geen middelen voor vitamintjes. Dus misschien. Nu we ouder worden, moeten we er toch meer aan denken. Oh, ik wil je net filmen. You're the magic of the universe! 2 years! Dat wil ik weten. Leuk. Iedereen thuis, dat ben ik. Dus Olijn Boelie. Oli B. Want Chelsea heeft die Dassie. Meismaals. Wij gaan vandaag shooten. De nieuwe Summer Collection. Dit bordje hebben wij voor onszelf gehaald. Is toch te hilarisch, joh. Hoe grappig zijn wij. Marie en ik gaan kerstcadeaus kopen met papa en mam. Ik heb vandaag even een flair aan van Reinders. Oh, ik heb maar hier de sleutels. Hier. Ah, de lift. Oh, waiting for you. Zo, ik heb vandaag mijn cowboy girl. Yeehaw. Jasje gemaakt door mama. Dus als jullie willen, moet je even op mijn moeder een DM berichtje sturen. Rijnstrui, Rijns Flair en Balenciaga booties. Cowboy van Bo Burens. Zo, heb je jouw hele outfitje al gehad? Behalve je tas? Nu snel naar mijn ouders. Kerstcadeaus, ja. Het is mad houdt met onze kerstcadeaus. Ik heb de volgende kerstcadeaus al gekocht. Voor Romee, voor mama, voor papa, voor Jane, voor Dami. Het enige wat mij nog ontbreekt is Mike en jij. Ik heb wel een klein geintje voor jou, maar niet een groot cadeau. Nee, we hebben wel laatst veel dingen gekocht bij Versace. Ja, heel veel. Dus het kan ook een beetje zoals kerst. Dat is onder de boom, ja. Niet twee dingen. Ja, het is een beetje onzin omdat surprise van ons. Dus kerstcadeaus gaan de goede kant op. We gingen naar de PC om cadeaus te halen voor onszelf. Ja. Om uit te zoeken met mama en papa wat we wilden. En we eindigen alleen met cadeaus voor mama en papa. Dus dat is ook wel een kleur. Met Louvre, toch? Niet echt een merk voor onze ouder, maar toch hebben ze wat gevonden. Dus zien toch nog. Ja, en met kerst pakken we altijd leuk uit. Gewoon omdat we het ook terugkrijgen. En vindt het leuk om één mooi cadeau te geven met z'n allen. Dus ja. Daarmee, jij hebt echt mazzel. Dus als je deze vlog kijkt, jij hebt echt mazzel. Maar met Daan en met ons cadeau. Ja. Oké, Olijn, 2 jaar in dienst. Nee, dat vond ik wel onwijs grappig. We waren toch bij Flying Tiger en daar was toen een hele goodies met Manager of the Universe, een ballonnetje. Big Pass en weet je wat. Sowieso 1 jaar bestaan willen we altijd vieren met onze meerdere collega's. Ja, en 2 jaar bestaan, dat dit hadden we toevallig gevonden bij Flying Tiger en we wilden natuurlijk wel een klein presentje voor Olly. Dus vandaar dat we dachten hoe grappig is het om zo'n 2 op te blazen en zo'n Manager of the Universe bord. Het gaat om het idee. Het is gewoon leuk dat we eraan dachten. En Olly vond het ook, onze Olly Bean. Daar gaan we heen. Zo midden in de dag. To the airport. Ik heb mijn make-up van gisteren gewoon lekker opgehouden. Top idee. En Marie heeft zich helemaal opnieuw moeten make-uppen. In onze Rhine the Secret. Gaat wel goed. Oh, jezus jongens. We gaan goed gesponsord. Klikken jullie niet op een knopje. Ik doe normaal nooit zo lang in de lift. Als we het nu koud hebben, zijn we screwed. Zijn we screwed. Min 4 daar. Coco, we're coming for ya. We're coming van ja. Chocolademelk, sneeuw. Zou we opvallen in deze jassen? Tussen de crowd. Ik denk dat je altijd gaat vinden zo shiny. Mensen schrikken van onze outfit. Is wel vrij heftig zo. Is wel vrij heftig voor de vorige ochtend. Jongens, wat is hier nou heftig aan? Het is gewoon pailletten. Nou, boeien. Je hebt gewoon sneakertjes aan en een trui. En gewoon een smoky. Nee. Oh, wij wachten nog op de vriendinnetjes van Co en dan gaan wij door de guide. Ik heb wel honger. Esther, Robin, schiet op. Esther is ook wel van op tijd, maar Rob is altijd wel van chill. Net aan. Ga jij eten? Ga jij wel ook iets eten? Ik heb honger. Nee, McDonald's. Ik heb momo's. Nou, ik weet niet eens wat ik heb gegeten meer. Wat is het vandaag? Vandaag vrijdag. Ja? Oh my god, jongens. Wij zien sneeuw. This is heavy. Er is sneeuw. Yay. Je hebt gewoon roze zon met die berg, jongens. De Maiden!
zijn geland. Hoe gezellig! Ik heb geen idee of de camera scherp staat, maar voor mij is het veel te hoog. Wij zijn nu onderweg naar het chalet. En we rijden momenteel in de bergen. In de mountains. We moeten nog een uur precies. Precies een uur. Er is een afslag naar Marie. Dit is te leuk, sorry guys. Oh, hilarisch. Ik heb een chique jas aan het snoffer. En Jules is koud. We gaan zo leuk foto maken. We gaan niet naar Marie. Het is zo warm. Oké, Marie en ik die zijn dus in Nice voor Coco haar verjaardag. Nu is het zo dat ze een hele mooie chalet heeft gehuurd op het topje van een berg. Die weg is afgesloten omdat er stenen op waren gevallen. Dus we zijn nu al de hele dag aan het wachten en aan het eten en aan het rondlopen om naar Coco toe te gaan. En nu zijn ze dus aan het wachten tot die weg eindelijk open gaat. Ik heb eindelijk naar onze vriendin toe. Het is wel wat om daarheen te gaan, hè Gabe? Kijk wat er gebeurt jongens. We kunnen hoogzaam tegen de zijkant aankomen. Ja, mij maakt het niet uit. Ik word hier opgeschreven met een of andere People the Clown wagen. Dat kan weer niet op. Brrr. Wij slapen dus een beeldig chalet. We hebben gewoon uitzicht over de skipiste. Nou, nog een keer. We hebben mooi uitzicht over de skipiste. Kijk nou jongens, wat een sneeuw. Daar gaan wij straks in. Woehoe. Wij glinsteren de pan uit met de jassen. Ja, prachtig. Het is wel heel leuk. Ja, we gaan naar mama toe. Jee, we gaan naar mama! Jeetje, wat een scherpe zon. Kijk hoe enig die jas. Ziet er enig uit. Woehoe! Roos, we gaan Olaf bouwen! We rijden nu naar het dorpje toe. En wat gaan we dan maken, Roos? Een sneeuwpop, hè? Ja! Ja! Waar ben je nou? Oh ja. Wij gaan een sneeuwpop bouwen. Want Jill en ik durven niet te skiën, want we hebben volgende week inkoopseizoen. En aangezien wij 15 jaar niet op onze skis hebben gestaan, laten we het ook maar niet proberen. Aangezien wij de klutsige persoon zijn. De pan uit, ze kunnen ons makkelijk vinden zo. We gaan echt een leuk foto maken. Als iemand nog op wintersport gaat, is het toch een beeld op oud. En het is ook echt gewoon niet koud. Hij stond wazig, dus ik hoop niet dat het... Lekker een donsjas. Die blijft staan, want hij staat op water. Het is trouwens geen dons, het is een rona. Het is diervriendelijk. Het is een nepdons. Lekker lunchje, hè? Ja, ja. Een salad. Een zelit. Hoe gezellig. Ze hebben een soort van. Voor appetit, mijn sessie. Wat is dit? Brie. Koos je lekker een pizza. En geef natuurlijk een kaarne, maar geef het je. Chill je eerst chocolade mee. Zo heet? En ik neem even een slokje. Mijn eerste. Ja. Gewoon met chocolade melk. Het is gek, hè? Follow the low road. In dat geval de gouden. Oh, weer een ongeluk gebeurd. Daarom zet mij maar niet op de piste. Het gaat fataal fout. Het gaat fout. Ik wil als een ijsje een ijsbeer te pakken. Kijk hoe leuk. Zie je niks aan de avonturiers die niet gaan skiën? Leuk. Een jaar over gedaan zo'n sneeuwpeuken voelen. Of mijn hand niet bleef plakken. Dus eigenlijk je tong moet je doen. Je tong plakken. Moest hier omhoog. Oh. Maar waar ze dan precies zitten, weten we niet. En we gingen naar onze vriendin Coco. In want Coco wordt weer alweer 26. Ik dacht 17. Nee, 26. Klopt. Coco weer 26. Nee, 27. Nee, ze heeft toch vorig jaar 25 groot gevierd. Nee, Harley wordt 27. Ja, het jaar daarvoor. Toch? Nee, Coco wordt 26. Dat gaat het jaar daarvoor was. Nee. En zij wilde altijd graag gezellig vieren met vriendinnen en een klein groepje. Ja, is waar. Dus wij hebben al onze spullen gepakt in ons handbagage. En je kent mij en Sion. Dat is best wel net. En we hadden onze pailletjassen aan heel vroeg in de ochtend. Maar ik was gewoon met zo'n lookje opgestaan en doorgaan naar het airport. Dus we kregen onwijs veel comments met wat overdreven. Kijk, zij nou gaan. Blablabla. Dat vond ik wel. Ja. Dus dat was. Ja, de Nederlandse mensen zijn niet zo gezellig. Terwijl we in Frankrijk alleen maar lof kregen. Complimentjes hebben gekregen. Iedereen vond het helemaal geweldig. Jassen en helemaal met skiën. Je hoeft elkaar niet te zoeken. En je glinsterde de pan uit. En aan de avond. Super warm. Dus echt waar. Als iemand nog een winterjas zoekt of een skijas, het is echt een onze topjas. Reis. Als je wel goed kan skiën. Dus als je elke keer valt, het is blijft er niet over. Dat is een beetje zonde. Ja. Oh. Gaan sleeën. Zoek je alleen maar goud. We gaan van goud. We gaan vanaf hier naar beneden. Gewoon op elkaar zitten, maar dan andersom. Zo. Nee, natuurlijk. Natuurlijk wel. Nee, jij gaat met mij. Oh, gaan we zo hoog. Hoe rem je? Je kan niet remmen. Met je voeten. En ook met z'n drieën naast elkaar, dan maken we een bedslee. Ja. In plaats van bedslee. We houden elkaar vast, bedoel je? Nee, ik moet niet laten skiën. Hi, Jill.
Gerin zit er mooi. Kijk, Gerin. Wat schat. En koud? Oh jongens, zo gaan we zo hoog. Een beetje eng eigenlijk. Dat is ook niet mijn idee. Waarom vinden jullie alles eng? Ben je er moe van? Ja, ik moet mijn dood in de ogen kijken. Maar stoppen we er nu met lopen? Nee. Jezus. Christus. Oké, zijn wij ready? Zijn wij ready? Ready. Oké. Hey. Oh. Hey. Oké, okay. Heftig dit. Heel. 3, 2, 1. Zijn we klaar voor? Nou, wij wel. Die ging wel goed. Was het leuk, Roes? Ja. Oh, kijk gaan. Snelheid, het Eiffeltje! Goed zo, Roes! Oh, no. Oh, Blondie. Wat is Blondie? Ga ik je kusjes geven? Oh! Oh! Wat lopen jullie charmant naar boven? Ik ken het niet meer. Waar is dat gecrashed? Charmante meiden in zilver. Nog een keer. Nog een keer? Woep, woep. Hebben wij dan liever een sneeuw- of strandvakantie? Sowieso strand. Sowieso. Maar net alleen sneeuwvakantie leuk is als je kan goed kan skiën of snowen. Ja, maar het blijft altijd een vermoeiende vakantie. Ook met al die lagen die aan thermokleding. Neem je ondergoed eronder. En dan weer een kolletje, je jas, een muts, een sjaal. Vermoeiend ook. Nee, niks voor mij. En het enige wat blij met ook met de bril is dan sommige dingen van je gewoon wil delen van je gezicht. Dus het was super gezellig, maar geef ons maar een strandvakantie. Ja, dan kan ik ook lekker gewoon de hele dag niks doen. Dus wij hebben niet geskiet of gesnowboard, aangezien wij al 15 jaar geleden voor het laatst hebben geskiet of gesnowboard. En wij zitten ons inkoopperiode dus super druk, dus wij durfden het niet aan om wij zijn natuurlijk skiën. Zo klunzig, dus wij dachten dit is geen goed plan voor het inkoopperiode, want als één van ons ziek is dan zijn we echt screwed. Dus vandaar dat wij gewoon lekker de hele dag in het zonnetje hebben gezeten tot een uurtje of twee na de lunch. Ja. En rond een uurtje of vier kwam iedereen wat terug van skiën, waren ze helemaal kapot. We hebben heel relaxed gedaan. We hebben heel relaxed gedaan, ook af en toe gewerkt in de zon, dus wij hebben eigenlijk een soort van wellness weekendje gehad. Ja. En ons ons slee-avontuur was superleuk. We dachten op een gegeven moment van in de avond komen we gaan sleeën. Dat was echt 1000 keer enger eigenlijk dan ski of snowboard. Denk uiteindelijk dat we zijn er een paar keer over de kop gegaan. En we dachten, we waren met 4 meisjes en we hadden maar 3 sleetjes. We dachten dat het een heel slim idee was dat ik bij Koop Schoot ging. Maar dat was dus geen goed idee. Dat ging natuurlijk meteen van die piste af. Dus we hebben heel erg veel gelachen. Bijna mijn broek gepist van het lachen zelfs. Dus ja. Dat is altijd wel leuk, zuurtje. Aan de sneeuwvakantie. Lekker chocolademelk van de slagroom. Weer heel vergeten. Vroeg slapen, heel doodmoe. De kaarsjes op de baguette. Een baguette. Een baguette. Wat gaan we zingen? Happy fucking birthday. Oké. Serre poegvoe. Dit ken ik niet. Serre poegvoe. Oké, jongens, dan gaat ie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hoe leuk. Het zijn er alleen geen 26, ko? Nee. Wel een baguette. Een baguette. Make a wish. Eén, twee. Nou, heel leuk! Alles goed, Sydney? Ja, hoor! Alle vrouwen in de auto. En dus we slingeren naar de kant. Maar we komen er wel. We komen er wel. Ja, ja, ja. Marie en ik zitten al de hele dag hier. Want iedereen is aan het skiën en wij niet. Het zonnetje is nu net weg. Maar wij vermaken ons wel. Prima. We hebben gewoon lekker eten. Gaan we zo weer lekker zo eten, ja? Bona? Ja. Een guacamole en een cheeseburger. Like always. Bon appetit! Bon appetit! Bon appetit! Eet smakelijk! Kootje! Jullie lekker kletten. Est voor het eerst aan de kaasfondée. Heel gevaarlijke tafel naast ons. Met de flyers van deur. Dus wat doe je? Ik was gewoon heel lekker mee. Zo langdradig. Langdradig. Weer gewoon. Coachje, jarig jopje. Hallo. Oh, ik vergeet helemaal mijn biefstuk op vlog live. Vlog live. Voor de gram. We moeten pakken, want we moeten bijna gaan. Mariam, kijk je zo zuur. Oh, je bent in de proxen aan het sliggen. Hoe enig was dit chaletje? Had je chaletje eigenlijk al gefilmd, maar niet? Nou, bij deze, nu het een troep is. Leuk. Lukt het, Robin? Dit is gewoon...
Oh, ik heb nog wel iets van ruimte. Oh, wacht, daar net ging je ook dicht. Totdat ik wilde kijken voor sokken. Ja, ik heb geen sokken. Hier. Hilarisch. Gaan we maar doen. Kom je langs je? Ja, goed langs mij. Fijn. Fijn. Toch, Coco? Oh, dat die grap zegt. Ja, ja. Natuurlijk ga ik mee. Oh, oké, okay. Het is mega koud. Marie, til jij koffer eens op. Marie, til koffer eens op. Zwaar met iets. Woe, daar ging ik bijna. Oké, okay, mijn koffer. Dag sneeuw. Dag mooi sneeuw. Ja. Weg, Liepje. Ja. Maar ziet haar jongens. Nou, Ko. Ja. Not cry, not cry. Maar die niet, denk ik. Jawel. Dankjewel voor het mega, mega, mega leuke weekend. Rapunzel! Waar is je haar? Dag meneer! Dag! Ik weet niet, Isola, hè? Isola de Mille. Isola de Mille. Sneeuw, 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 everywhere. Oh, ik laat jou niet los. Wat zeg je? Wat zeg je? We gaan weer naar huis. We gaan weer naar huis. Oh, wat? Ook wel weer leuk. Ja, dat wel weer. Dit is een hele mooie weg. Ook wel fijn dat het niet donker is, hè? Oké. Oh, het is zo fucking heet. Marie en ik zijn losgegaan in een Versace winkel. We doen nu net of we het niet tussen onze benen hebben. Anders moeten we het wegleggen. Robin is nu al van ons gedistanceerd. Ja. Wanneer zien wij Ko weer? Wij zien Ko met ons verjaardag in mei. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het eerste is of ze komen met onze kant komen. Wij gaan januari nog inkopen, februari China, eind februari zijn terug. Maart april is Mike en Loesje worden zijn jaardag. En Jam. En dan is dat in mei. Het gaat heel snel. Ik weet dat het de maand maart. Ik denk dat het wel iets eerder komt. Maar ja, we hebben niks gepland staan. Allerleukste nigger. Was op de terugreis, was dit het allerleukste. Maar toen bij Nice kwamen we de Versace winkel binnen. Ja. En toen zei iemand, you girls definitely love Versace. Toen dacht ik, en ja, dat is waar, maar hoezo? Okay. En toen was er dus 60% korting. Hij had een speciale VIP sale al voor ons geregeld. Waarom, weet ik niet. I love you. Gianni. Ik zal vast niet kijken. Hij heet ook Gianni van Gianni Versace. Dat was toevallig. En we hebben dus... Hele gay was het volgens mij. Nou, ik durf het niet te zeggen. Nou, we hebben dus een hele mooie jas gekocht. Van echt Bol, die met allemaal van die mooie spelden van Versace. Dus je hoeft hem nu niet aan, dus we zullen het wel eventjes beter laten zien in de volgende vlog. We hebben vier dingen gekocht. Vier hele dure dingen. Ja. Maar super leuk als je blij is. Dus nog steeds heel blij. Is onze nieuwe sieradencollectie naar uit? Nou, wij hebben deze week geshoot met Cooper. Met dit mooie lookje. Vandaar dat wij ook zo vol in de glam zitten bij deze dagboekzetting. We komen net van de shoot af. En dit gaan we ook in de volgende week vlog aan jullie laten zien. Onder andere draag ik het kopje. Met diamantjes. En het kettingtje. Oh, er zitten nu echt alle ketjes nog voor elkaar heen voor de shoot. En ik draag de beeldige earrings. Die ik ook gewoon dagelijks draag. Bangles. Ringetjes, kettingen, lock bracelets, je noemt het maar op. Armband. Dus wat je allemaal in de volgende week vlog gaat zien is onder andere de shoot met Cooper. En we gaan gezellig met alle meisjes uit eten bij La Olive. La Olive? La Olivia? Nee, Olivia. Nee, het is Olive. Olive? Olive. En we hebben ons hele leuke bedrijfsuitje waar we ons nu ook voor gaan klaarmaken. Dus heel veel feestjes en leuke dingetjes. Dus blijf op de hoogte, want wij willen 40.000 abonnees verhalen. En love liners.